Ik kan niet naar binnen. Wat heb ik dus? Dus, we gaan. Oké. We doen het. Ja. We beslissen het nu definitief. Besloten. En we komen hier niet op terug, hè? Dus het besluit is definitief. Definitief. Ja. Ja, maar er is wel één probleem. Ja. Ja. Hoe en wanneer vertellen we ze het? Ja. Hoe en wanneer? Nou, eigenlijk vind ik, nou we het top besloten hebben, moeten we het ook maar meteen vertellen, hè? Ja, hè. Meteen doen. Meteen vertellen, dat moet gewoon. Ja, dat moet gewoon. Ja, anders is het niet eerlijk. Nee. Nee, dat zijn we aan ze verplicht. Zijn we gewoon aan ze verplicht. Gewoon zo, hup, pats, boem. Gewoon recht voor zijn raap. Ja, nee, zo doen we het. Oké, we vertellen het meteen. Ja, gewoon de eerste, de beste die binnenkomt, we zeggen het gewoon. Besloten. Besloten. Ja! Goed. Hai. Is er iets? Nee, hoor, even een broodje voor even geven. Als je koffie wilt, die staat daar. Dus pak gerust. Doe maar. En nu is hij dood. De herinnering blijft. Zeg, wat is er met jou? Met mij? Hoezo? Dat demonstratieve zingen. Demonstratief? Hoezo? Ik zing gewoon omdat ik vrolijk ben. Ik zie niet wat daar nou weer demonstratief aan is. Waarom zing je dan de hele tijd van die depressieve liedjes? Oh ja? Wat zing ik dan? Nou, reich mir beim Abschied nog eenmaal die hände. Raindrops keep falling on my head. I shot the sheriff. Morgen ben ik de bruid. Er is iets met jou. Nee hoor, nee. Is niks. Is helemaal niks. Wat is er? Jij loopt ook al te zingen. Ja, de hele tijd tot in een vreselijke liedje na het andere. Suicide is painless en zo. Gilles ook al. Zou het een virus zijn? Er is iets met jullie. Ja, dat is wel duidelijk, ja. Iets dat jullie proberen weg te zingen. Laten we raden wat er aan de hand is. Is leuk. Eens even denken. Het is dus iets wat jullie niet durven te zeggen. Dat is het. Ik weet het. Wat? Jullie hebben platjes. Nee. Gordelrooster? Nee. Homo-exeem. Homo-exeem? Wat is dat nou weer? Ja, dat weet ik niet. Maar ik dacht, als je zwemmersexeem hebt, heb je vast ook wel homo-exeem. Mietenschimmel. Wat een onzin, zeg. Alsof zwemmen een seksuele voorkeur was. Ja, en homoseksualiteit is geen sport. Alhoewel. Ze draaien eromheen. Ja, dat gevoel heb ik ook, ja. Stelletje draaiaarzen. Nou, jongens, kom op. Met hoge woord eruit. Ja, wat is er aan de hand? Vooruit. Ja? Ja, waarom ik? Oké, goed. We doen het samen, hè? Oké, goed. Dan we doen het samen. Ja. Jongens, geen viezigheid hier, hè? Of anders even een zeiltje eronder. Patricia. Frits. Suusje. Wij moeten jullie iets zeggen. Nu. Het is namelijk zo dat wij voor een tijdje naar een poosje naar Bonaire gaan. Jullie gaan naar Bonaire, nou en? Vakantie, lekker, zijn wij tenminste ook vrij. Ja, dus wat is het probleem? Het probleem is dat wij voor een lange periode willen gaan. Een jaar. Een jaar? Of 10. 1 jaar of 10, dat is vreemd. 1 jaar of 10? 10 jaar vakantie? Oh, kom ik wel door. Mij zul je niet horen. Nou, wij gaan daar werken in een restaurantje van een vriendje van ons. Ja, Jean-Louis-Emile Koperknop. Ook van de club zeker? Nou, hij heeft heel veel succes en hij gaat een nieuw zaakje openen en daar heeft hij personeel voor nodig. Ja, hij had een advertentie gezet in de Gaykrant en daar hebben wij op gereageerd en hij wil ons hebben. Wacht eens even. Ik begin het te begrijpen. De Vlaamse pot gaat dus dicht. Ja. Oh, en wij worden dus ontslagen. Ja, en het besluit is definitief. Is dat zo, Lucien? Ja. Oh ja, Frits, hoor je dat? We worden ontslagen. Ja, ik hoor het. Nou, wat zit je dan te zitten? Doe dan iets, doe iets.
Ik wil een gouden handdruk. Een gewone kun je krijgen. Zo. Ja, wij zijn vrienden voor het leven. Hier, je vreet. Pardon? Versta je geen Nederlands? Ik zei, hier is je vreten. He, is dat zo vreemd? Dit is een restaurant namelijk. Of wou je soms dat we de band van je fiets gingen plakken? Dan moet je niet hier wezen, maar bij de fietsenmaker, ja? Zijn jullie dan nog bezig met dat voorgerecht? Moet ik het voeren of zo? Godskon, leren zeg. Mijn oma die had Parkinson kracht 12 op de schaal van Richter. En als die soep had, dan kreeg ze in 5 minuten binnen. Binnen doen jullie een half uur. Heet jij dat? Wat sta jij hier nou te doen? Wat ik doe? Ik doe mijn werk. Die man daar die zegt dat je zo'n bord op de tafel hebt geflikkerd... en dat hij maar in een fietsenmaker moet gaan eten of zo. Ah, laat die vent toch lullen met zijn roos. Ik bedoel, heb je die schouders wel eens bekeken? Oliebollen zijn er niks bij. Zeg, ben jij helemaal bedoeld? Ja? Kom op! Hier, die gek die loopt hier iedereen uit te schelden. De gasten! Ik loop godverdomme helemaal niemand uit te schelden. Ik zeg gewoon wat ik denk. Oh ja, dat is nog veel erger. Hè? Bedoel, haal het in je botte hersens. Jij bent wel de laatste die je mag zeggen wat hij denkt. Oh ja, wacht eens even. Mag ik me er heel even mee bemoeien? Ik ben het helemaal met je eens, Frits. Oeps, cultuurschok. Meen je dat nou? Ja, ik kan me heel goed voorstellen die geen zin meer heeft om te werken in dat klote restaurant. Stop jongens, alsjeblieft. Ja, Schip zingt toch dwangzuinig hozen. Ja, toch niet dan? Oh ja, volgens mij maakt hij gewoon fijn misbruik van de situatie om zich weer eens hier lekker te gaan lopen misdragen. Oh ja, en waar moet hij de motivatie vandaan halen om nog beleefd te zijn tegen de gasten? Hij staat straks op straat. Patricia, je komt voor me op. Dat ontroert me. Ja, maar ik sta straks ook op straat. Oh ja, natuurlijk. Ik dacht ook al. En ik heb er last van. Bij iedere aardappel die ik schil, denk ik, waartoe? Waarvoor? Dat zijn aardappels met een hoog Mieke-Telkamp-gehalte. Zo. Dus jullie gaan hier lekker een beetje de boel op saboteren. Saboteren. Wie saboteert hier nou wat? Wij worden op straat gezet. Werkloos. Ja. Oh god, ik wist dat dit zou gaan gebeuren. Ik kan hier niet tegen. Ik kan hier absoluut niet tegen. Gilles, het gaat gewoon niet door. Het gaat niet door. Nee. He, we hebben duidelijk afgesproken dat we niet op onze beslissing zouden terugkomen. Dat hebben we heel nadrukkelijk afgesproken. Ik wist dat dit zou gaan gebeuren, hè? Ik wist dat dit zou gaan gebeuren. Oh ja? Denk je dat wij het leuk vinden dat de boel hier ontploft? Nou, dat had ik nou nog wel aardig gevonden. Zo kan ik niet weggaan voor 10 jaar. Mijn hart bloedt, ik kan dit niet. We gaan en daarmee basta. Waarom nemen jullie ons niet mee? Van harte maar die chocolade en die pons niet ook gebruiken. Jean-Louis en Emile kopen knap! Ja, maar dat kan niet! Oh! En waarom niet? Omdat Jean-Louis en Emile alleen maar homoseksueel personeel deelt! Daarom! Ik ben eventueel bereid me om te laten scholen. Kunnen we niet iemand vinden die hier gewoon een hele flikkerse boel overneemt? Zeg, had je het over mij? Toch dat iemand het restaurant met het personeel erbij overneemt? Iemand met geld en horecapapieren? Hallo, ik ben geen blanke slavin. Nee, we laten ons niet zomaar verkopen. We moeten wel mee kunnen beslissen met de nieuwe eigenaar. Ja, ik ga niet zomaar voor iedereen werken. Nee, het moet iemand zijn die we aardig vinden. En iemand die ons aardig vindt. Ons alle drie? Oh, dat kon nog wel eens heel moeilijk worden.